Ken je dat Sparta-lied al een beetje uit je hoofd of niet? Ik heb hem één keer gehoord. Ik ken hem nog niet, maar het wordt nu tijd om hem te leren. Ja, dat je straks bij de eerste wedstrijd hem mee kunt zingen uit volle borst, hè? Ja, meezingen uit volle borst. Ik zal hem in ieder geval leren, dat ik in ieder geval weet waar het over gaat. Maar of ik hem uit volle borst mee ga zingen, dat weet ik nog niet. Jij bent een zeer talentvolle speler. Je hebt je bewezen in de eerste divisie. Kunt naar VVV, maar kies voor Sparta. Kun je uitleggen waarom? Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Ik had gelijk al een heel goed gevoel bij Sparta toen ze zich meldden. En helemaal toen ik een gesprek had gehad met de nieuwe mensen die er volgend jaar gekomen met de trainers en met de nieuwe technische directeur. Wiljan Vloed. Yes, had ik gewoon gelijk een heel positief en goed gevoel. En vandaar dat ik voor deze club heb gekozen. Ja, nou is het misschien moeilijk om dat gevoel onder woorden te brengen, maar waarom kies je dan concreet voor deze club? Ja, ik weet niet. Het is echt het gevoel voor Sparta, echt een hele mooie club. En wat ik al zei, de mensen die hier gaan komen, die zien het gewoon heel erg in me zitten. En vandaar dat ik voor deze club heb gekozen. Je voelde simpelweg vertrouwen? Ja, ja, absoluut. En dat heb je als voetballer nodig om weer de volgende stap te maken en om beter te worden. Het had ook een afweging kunnen zijn dat VVV nog in de Eredivisie speelt komend seizoen. Dat weten we niet helemaal zeker, maar dat zou goed kunnen. Nee, dat is ook zo. Kijk, VVV is ook natuurlijk een mooie club. Alleen er waren voor mij te veel vraagtekens wat daar volgend jaar allemaal gaat gebeuren. Wie de trainer wordt, hoe de selectie eruit ziet en waar ze spelen natuurlijk. Of in de Eredivisie of Eerste Divisie. En bij Sparta was het toch wel heel snel duidelijk wat er hier gaat gebeuren. En de ambitie die Sparta heeft, dat spreekt me heel erg aan. Ja, want welk beeld heeft Vloed dan kunnen schetsen? Want deze club staat er niet goed voor, zou je kunnen zeggen. Ja, ik weet, dit seizoen heeft Sparta natuurlijk een wat minder jaar gehad. En dat jaar daarvoor zijn ze gedegradeerd. Alleen, bij Wiljan Vloed heb ik gewoon een heel goed gevoel van wat hij met de club wil doen. En hoe hij mij als voetballer en mens ziet en zo. En ik heb gewoon echt het gevoel dat ik hier beter kan worden. Had hij zich verdiept in jou, Wiljan Vloed? Ja, zeker. Dus hij wist wie ik was, waar ik vandaan kom en wat ik gepresteerd heb. Dus hij kende mij gelukkig wel heel goed en hij zag ook gelukkig perspectief voor de toekomst. En wil je cv ook voor onze kijkers even samenvatten en onze luisteraars? Je bent ooit bij Vitesse begonnen? Klopt, ik ben bij Vitesse begonnen, hele jeugd doorgelopen tot de selectie. Gedebuteerd onder Atomos. Kennen we hier ook hoor, bij Sparta. Ja, dat weet ik, dat weet ik. En ik heb anderhalf jaar in de selectie gezeten. Toen heb ik me laten verhuren aan AGVV, heb ik 3 jaar gespeeld. En volgend seizoen speel ik voor Sparta Rotterdam. Nu heb je bij AGOVV ook linksback gespeeld in de afgelopen competitie. Was dat noodgedwongen? Ja, dat klopt. Kijk, we hebben problemen gehad met de selectie bij AGOVV. Een wat kleinere selectie. Wat minder kwaliteit misschien. Dus het was noodgedwongen dat ik op die positie uitkwam. Maar bent middenvelder? Ik ben middenvelder, klopt. Rechtshalf. En nu is er ook een verhaal dat jij een bijzondere blessure hebt. En op internet wordt soms gesuggereerd dat die blessure chronisch zou zijn. Heeft met je patellapees te maken? Ja, dat klopt. Ik ben 6 jaar terug ongeveer geopereerd aan mijn patellapees. Dat is de pees onder de knie. En die speelt wel eens op. Alleen heb ik 31 wedstrijden gespeeld. Daarvoor heb ik 30 wedstrijden gespeeld. Dus dat moet geen probleem zijn. Hoeven de volgers van deze mooie club niet bang voor je te zijn dat jij weer geblesseerd zou raken aan die pace? Nee, absoluut niet. Als het aan mij ligt, speel ik volgend jaar 31 wedstrijden voor Sparta Rotterdam. Je hebt gelijk 3 jaar getekend. Dat is best een lange periode gelijk, hè? Ja, klopt. Kijk, dat zeg ik ook. Ze zien het echt in me zitten. En ik heb het gewoon heel erg. Ik ben heel erg blij met deze keuze. En 3 jaar voor Sparta Rotterdam, daar ben ik gewoon heel blij mee. 1 jaar eerste divisie en 2 jaar eredivisie, hè? Ja, daar gaan we wel voor. Maar gelijk afspreken? Nou, laten we niet afspreken, maar we gaan er wel voor. Dank je. Oké. Okay.